Ja, tot, dus ik laat meer toe dan dat ik eigenlijk... Ik heb niet echt mijn grens, geef ik niet snel aan. Omdat je bij mij best wel ver kan gaan. Ja. Totdat het hier zit en dan kan ik je ook gewoon niet uitstaan. Dan kan ik je niet eens aankijken. Dan is het gewoon voor mij even game over. En over een paar dagen kan ik je weer zien. Ja. Ja, ik denk dat het te maken heeft dat hij je ergens gewoon dus wel heel interessant vindt. Mm-hmm. Maar dat hij dat of niet durft hoeft te geven. Of misschien nu met die Merel zit in een relatie en denkt, ja, dat kan ik natuurlijk niet maken. Ja. Dus daar dan denk ik dat het vandaan komt. Gaat hij nooit zeggen hoor, weet ik 100% zeker. En hij gaat me hierom haten. Maar ik heb hem ook wel eens gehad. Maar ik denk dat dat het is. En dan krijg je sneller vuur in de pan. Als je niks om iemand geeft, mm-hmm. dan interesseert het je ook niet wat die ander zegt. Nee. Maak je geen ruzie met elkaar. Nee. Krijg je geen discussies. Nou, ik heb natuurlijk anderhalf jaar met Jess gehad. Ja. En we hadden echt heel vaak discussies. Mm-hmm. Je neemt de moeite om een discussie met iemand aan te gaan op het moment dat je het waard vindt. Dus ik denk dat hij je stiekem gewoon hartstikke leuk vindt. Dat denk ik echt. Okay. Ja. En ik heb, het is wel grappig, want ik was net met Merel even aan het kletsen. En ik zie ook heel veel gelijkenis tussen jou en Merel qua karakter. Mm-hmm. En dus ja, ik denk dat dat het is. En wat je kan doen... is zeggen tegen hem, als je in een discussie zit, van... Mam, waarom, als ik jou zo niet interesseer, waarom maak je je hier zo druk over? Mm-hmm. Want dan weet hij precies wat jij bedoelt. Ja. Ja. En laat hem ook maar gewoon razen. Want ongeacht dat hij fuckte, ik denk dat er een hele andere gedachtegang achter zit. En dat hij je niet kan peilen, dat hij jou niet kan sturen. En dat vindt hij irritant. Ja, dat vindt hij ook irritant. Ja. Want ik... Ja. Als hij iets wilt organiseren hier, of hij vindt dat het zo is... Mm-hmm. en ik ga daar fel op tegen, dan is het ook gelijk vuurwerk. Dan is het no-go, dat kan niet. Jij kan geen nee zeggen, want het is gewoon ja. Snap je? Heel vervelend. Ja. Dat is hij heel erg. En als hij, het wordt voor hem ook interessant op het moment dat iemand een andere mening heeft. Mm-hmm. Want hij houdt niet van meelopers. Dus ik denk dat hij gewoon stiekem ontzettend geïnteresseerd is in je. Ja, er is hier wel een tijd geweest en soms zegt hij dat nog steeds, van ik heb een geheim. En dan zeg ik van, wat voor geheim? Nou, dan kun je 1 en 1 is 2 bemaken. Ja, maar dan denk ik van, nee, dat is bullshit, weet je. Hoezo kan dat, het kan ontstaan natuurlijk. Ja. Maar ik denk altijd bij mezelf van, als je iemand ziet, dan moet het er al een soort van zijn. Ja, of hij heeft het nooit uitgesproken, of, maar... Nou, ik denk ook, je bent natuurlijk echt ontzettend mooi vrouw. Dankjewel. Ja, vind ik echt. En ik denk, Jessie valt echt op hele mooie vrouwen. Nee hoor, schapje. Maar weet je, ik denk dat het onbereikbare, denk ik, dat het voor hem is. Misschien is hij wel heel erg bang dat jij nee zegt, want daar is hij ook onzeker over. Dus misschien dat zou ook het geval zijn. Ja, ik denk dat hij die afgang niet wil. Mm-hmm. En dat hij denkt van, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Want dan sta ik er straks kut op. Daar heb ik blauwtje gelopen bij Shelly. Mm-hmm. Dus dan kan het heel goed dat hij dat voor zichzelf verbloemt. En, en ik heb het ook tegen Jess gezegd, ben jij echt verliefd op Merel? Dat vraag ik aan hem. En wat zegt hij dan? Ik denk het wel. Dat hij verliefd is op Merel? Ja, hij denkt dat het wel. Ja. Oh, hij denkt wel. Maar ik ken Jesse door en door. En ik mis iets bij hem. Ik zie iets dat hij... ik zie dat. Je ziet dat niet? Nee, ik geloof niet dat hij verliefd is. Nee. Tenminste, ik ken hem, hoe hij verliefd is. Mm-hmm. Dan is hij heel anders. Maar je wordt natuurlijk ook anders verliefd. En ik heb ook tegen hem gezegd, is het situationeel? Ga je hier een relatie aan omdat je iets mist? Ik snap ook wel dat je een keer een wip wil maken. Snap ik ook, maar daar kun je het ook bij laten, toch? Ja, soms wel, maar meestal... Als je dan een avondje hebt gedronken, dan is het weer raak. Ja, dat is meestal hier zo. En dat begrijp ik heel goed. Alleen ik zou ervoor kiezen in zijn geval om daar ook dan eerlijk over te zijn. Want, maar goed, dat is mijn mening. Ik zeg niet dat het zo is. Nee. Ik vroeg wel aan hem ook, dan is dat dan een vrouw waar je kinderen mee wil? Dan is hij stil en dan weet ik al genoeg. Dus, en dat is ook niet erg, maar als je dat allemaal maar benoemt. Dat je maar gewoon kan zeggen van voor hier. En dat doen ze geloof ik wel naar elkaar. Maar ik denk dat Merel daar anders in staat. Ik denk dat die wat verliefder is. Dat denk ik ook. Ja. En dan wordt het scheef en ik weet niet of dat... En ik heb ook tegen Jess gezegd dat hij zich meer moet focussen op zichzelf. Mm-hmm. Want ongeacht dat je bezig bent met een samenleving met elkaar... Ja, heeft hij wel bepaalde doelen waarvoor hij binnen is gekomen. En ik vind, als ik moet verliezen van iemand, dan wil ik wel van hem verliezen. Ik vind dat hij dat verdient. Ja. En dat heb ik net ook tegen Merel gezegd. Dat ik tegen haar zeg van, je moet voor het laatste voor jezelf kiezen. Je gaat alleen de poort uit.
Dat ja. is zeker waar. Ja, en wat jij met Jesse moet, ja, laat hem alsjeblieft gaan. En denk alleen maar in je achterhoofd van, ik snap het wel waarom dat zo is. Want ik denk dat dat gewoon hetgene is. En ik denk dat hij je leuk vindt en dat hij dat niet heeft durven zeggen. En dat dat zo is gegroeid en dat hij dat het geheim is. En mm-hmm. bang is om af te gaan. Ja, en dan ga je kutten. Want negatieve ja. aandacht is ook aandacht. Ja, dat is zeker waar. Maar het is ja. gewoon echt zo vaak mm-hmm. dat het bij mij echt wel hier een beetje zit. Van ja. laat me even gewoon een keer met rust. Ja. Zeik niet zo, weet ja. je? Ja, ja, dat vind ik ja, ja, ja. Ja, dat is wel, het is wel heel typisch aan hem. En ik herken het ook wel. Ja. Ja. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon leuk. Vind ik okay. niet heel raar hoor, als ik zo naar jou kijk. Oh, wauw. Nee. Ja. Nee, dat denk ik echt. En het hoeft niet direct verliefd te zijn, nee, maar dat je reet interessant vindt. En dat ben je omdat je heel erg eigen bent. Je laat je niks op je mouw spelden. En dat is wel iets wat Jesse heel aantrekkelijk vindt. Ja. Dat je je eigen pad volgt en dat je je niet laat beïnvloeden. En ik denk dat hij dat gewoon heel erg leuk aan jou vindt. En dat hij daar gewoon niet door vooruit kan komen. Want dat wordt natuurlijk oorlog. Ja, dat wordt niet dat zo wordt leuk. Niet leuk. Nee. Merel en jij zijn dan heel dik met elkaar. Nee, zeker niet. Nee. Waar komt dat door, denk je? Ik denk wat jij inderdaad net zegt. We hebben wel bepaalde zelfde eigenschappen. Ja. Maar alsnog vind ik mij heel anders dan een Merel. Ja. Ik ben niet de diva of weet je, zo wil ik nee. ook niet mezelf uitstralen, laat maar zeggen. Nee, je bent wat stoerder. Ja, ik ben meer een jongensmeisje, denk ik. Ja. En zij is wel echt een meisje. Maar we hebben wel bepaalde... Zij is ook een sterk persoon. Ik vind dat van mezelf... Ik kan ook heel sterk zijn, maar ik kan ook wel nou ja, lichtelijk emotie laten zien. Ja. Of als ik ergens mee zit. Of, Merel heeft dat volgens mij wat minder. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat heel veel kan opleveren als je dat juist wel doet. Als je elkaar zwakte kent, weet je ook tot hoe ver je kan gaan. Mm-hmm. Alleen hier op dit platform vind ik het wel heel moeilijk om dat ook soms te laten zien. Snap ik. Vooral met de filmavond bijvoorbeeld. Ja. Heb ik me heel alleen gevoeld. Ik heb echt de groep tegen me gekregen. Ja? En toen merkte ik wel van mezelf van wow, weet je. Ja. Ik, zelfs dat doet mij bijna niks. Dus alsof ik hier een soort van emotieloos ook uiteindelijk word. Ja. Omdat het me gewoon niks doet. En het voelde voor mij alsof het niet gegund werd. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En vind ik ook niet aardig van de anderen. Nee. Nee. Want je organiseert Heb je dat meegekregen een beetje? Ja, ik heb het wel gezien. Ja, wat ik er heel erg van vond, was dat ik dacht van, weet je, de dingen gingen niet zoals ze moesten. Nee. Maar dan denk ik, wat je op zo'n moment, het enige wat je kan doen, is met z'n allen de schouders eronder en het er nog het beste van maken. Ja. En daar voelde je dus heel erg alleen in. Hiss, die heeft me met alles geholpen. Ja, maar dat is gewoon een fijne meid. Dat is echt waar. Topper. Alleen voor de rest, weet je, als je dan mede-utopiaan achter je hoort van, ja, het was een blamage en het was dit en het was dat. Weet je, dan... Ja. En dat hoor je, en diegene weet ook dat ik dat hoor, dan daalt mijn energie juist meer. Ja, terwijl je ook naar me toe kan komen van, hey Shell, loopt nu allemaal een beetje kut. Ja. Maar dat kunnen we voor je doen. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat zit er hier niet in bij mensen. Maar ik vind er is echt een schakering in deze groep. De ene helft wil echt wel. Ja. En die spant zich ook echt in. En er is een andere, Milene, Jens, Dylan... Vind ik allemaal hele aardige mensen. Heel aardig, maar trekken de kar niet. Ja. En dat hoeft niet allemaal. Maar dat vind ik wel zonde van het hier zijn. Dan vraag ik me echt af, waarom ben je dan hier? Kun je het ook thuis doen, dit? Klopt. Ja. Ja, deel die zijn uitspraak is ook van, ik wil alleen maar tatoeëren. Wat er omheen gebeurt, maakt me geen ene reet uit. Maar thuis. Dat kan inderdaad ook thuis. Ja. En ik denk dat in Milene er zit meer in. Absoluut. Alleen, absoluut het komt er niet uit. Ik denk omdat we hier ook gewoon hele sterke karakters hebben. Ja, dus wordt een beetje ondergesneeuwd. Ja. Ja, dat heb ik met Milene. En Jens, die is op vakantie. Ja, wat vind je daarvan? Ik heb ook haat en neid met een Jens. Ja, met wie niet? Ja, ja ook. Ja, ik vind het zonde, weet je. Het platform kan je zo mooi gebruiken en goed gebruiken. En hij doet er niks mee. Nee, vind ik ook zonde. Ja. Hij staat bekend om... Ja, ik had net weer een discussie met hem over de afwas, weet je. Over het uitruimen van de vaatwasser. Ja. En denk bij mezelf van... Ja. Maar dat komt omdat je heel veel tijd hebt, ga je op dat soort dingen zeiken. Kijk, als je hier de hele dag druk bezig bent, dan ga je echt niet druk maken over wie de vaatwasser uitpakt. Dus dat heeft dat ook een waar. Beetje aan invulling te maken. Kijk, dan is het toch een prachtig meisje. Ja, ik vind het zonde. Echt, ja, ik vind het zo'n mooi meisje. Ik zou er dolgraag willen helpen met dat modellen. Dat ja, dat kan ze ook, ja. Kan ze echt. Want jullie hebben allebei naar FHM gestaan, toch? Ja,
Dat is toch te gek, hè? Ja, was echt heel vet. Foto's, hoor. Was echt heel leuk. Ja, dan heb je een goede kop ervoor. Echt leuk. Ja, wat je met Jess moet doen, weet je, hou maar in je achterhoofd waarom het is. En ik denk dat je in je onderbuik donders goed weet wat het is. En als hij tegen je... Ja, weet je, ik denk altijd van, volgens mij zegt hij dat gewoon random of zo. Nee, dan zegt hij in tegendeel juist random. Mm-hmm. Hij is niet, het is dus geen zwetser. Hij vindt het wel leuk om te prikken en te doen. Ja. Maar als hij zegt, ik heb een geheim... Ik vertel het je buiten wel. En dan kijkt hij Merel aan, ja, maar ik vind het waarschijnlijk, het kan niet. En dan kijkt hij naar Meer en dan zegt van, nee, Sjo, het kan niet. Nou, en dan denk ik van, oké, ik wist het misschien lichtelijk, maar nu ik het vanuit jou hoor als buitenstaande. Jij observeert waarschijnlijk ook dingen. Ja. Maar ik ken hem ook. Je kent hem ook. Ja, ik weet ook waar hij bang voor is en wat hij niet zou willen. En dat is afgang. Afgewezen worden. Ja. Want hij is ontzettend trots natuurlijk. Ja, het is klopt. De koning van het terrein. En stel je voor dat hij... een mooie vrouw tegen hem zegt... Nee, gaat niet gebeuren. Ja, dan kun je net zo goed je kist inpakken, wat hem betreft. Dat zou hij echt niet trekken. Nee, dus dat doet hij gewoon niet. Dus, klinkt klaar. Ja. Bill, wat wil jij hier nog in 3,5 maand? Wat zou jij hier nog willen doen? Nou, ik heb zelf geen doel. Nee. Ik heb mijn doelen echt bereikt in het eerste jaar. Ja. Ik wil echt graag ondersteunen. Ik vind deze gesprekken heel tof. Ik ben heel erg mensenmens. Ik vind het heel fijn om leuk om mensen te leren kennen. En daar kleine dingetjes van te pikken die ik dan in mijn eigen hoofd stop. Dat vind ik heel leuk. Dat ga ik eerst de tijd een beetje doen. Een beetje kijken en doen. En ik wil overal bij helpen. En ik wil echt een feestje van maken van die laatste 3,5 maand. Want snap ik. Het gaat echt zo voorbij. En daar moet, het mooiste zou zijn als daar glans overheen komt. Dat die laatste 3,5 maand gewoon zo tof waren. Ja. Dat de herinnering is waar je mee naar huis gaat. Mm-hmm. En hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Maar ik denk dat het veel in groepsactiviteit gaat zitten. En dat ik daar echt achteraan ga rammen. Dat iedereen mee gaat werken. Mm-hmm. Want ik vond het super tof dat iedereen er vanochtend was. Ja, zeker. En het is een positieve sfeer om mee te beginnen. Ik vond het heel fijn. Ja, zo wakker worden. Ja, toch? Ja. Het hoeft echt niet 3 keer per week. En het hoeft ook niet 1 keer per week. Het hoeft niet allemaal standaard te zijn. Maar wel, laten we elkaar wat beter leren kennen. En, ik denk dat, ik zit hier al met sowieso een Gerrit, een Hiske en een Brendan. Zit ik hier al bijna 15 maanden. Ja. Ik denk dat niemand elkaar hier nog echt goed kent. Nee, gek eigenlijk. Ja, terwijl ik wel van een Jessie hoorde van in één kende iedereen elkaar. Gewoon echt een soort Maar wij namen daar ook de tijd voor. Mm-hmm. Wij aten altijd samen. Wij chillden echt samen. Met z'n allen zaten op de banken rond de haard. En dan werden er verhalen verteld en problemen besproken. En dat deden we buiten 's avonds als het mooi weer was. Mm-hmm. We namen daar echt... En dat was niet gearrangeerd. Het was niet dat we dat... Of dit moet nu. Maar wij wilden dat allemaal van elkaar weten. Ja. En als je elkaar zwakte kent, weet je ook tot hoe ver je kan gaan. Mm-hmm. En dat is eventjes lastig. Want je moet wel gewoon zeggen... Ja, ik heb dit en ik vind dat kut en ik ben onzeker. Of je moet met de billen bloot. Mm-hmm. En als daar wordt geen misbruik van gemaakt. Toen werd er geen misbruik van gemaakt. Ik kan me voorstellen dat als je het nu doet en de eerste de beste ruzie krijg je het naar je gezicht gegooid. Ja, dan hou je ermee op. Dus er moet wel veiligheid zijn om dat soort dingen te bespreken. Ja. En dat was bij ons wel heel erg het geval. Mm-hmm. En dat mis ik wel hier. Ja, kijk, ik vind het leuk om de gesprekken aan te trekken. Ik heb vanochtend met Milena eventjes gezeten. En dan zeg ik, meid, wat wil je nog, weet je wel? Mm-hmm. En ik zie zo'n breekbaar meisje. Dan ga ik er niet met gestrekt been in. Dan denk ik, ik weet nu waardoor het vandaan komt. Mm-hmm. En dan kun je daar rekening mee houden. En dan kun je denk ik iemand ook sturen en helpen. En dat vind ik belangrijk. Want en wat vond ze daarvan toen jij je hulp aanbood? Ja, wel fijn. Maar ik weet niet of ze... Ze heeft de ballen gewoon nog niet. Omdat ze onzeker is. Omdat ook aan te pakken. En ook jong, denk ik. Ze is echt jong. Ja. Maar ik zie zoveel potentie in haar. Ja. En ze heeft echt alles. Ze heeft echt alles mee. Dus natuurlijk heeft ze een verleden. Ze is echt heel heftig. En, maar die kun je ook gebruiken als power. Mm-hmm. En daar kun je ook wat mee doen. Maar dat is een leerschool. Ik denk, het kan nog in 3,5 maand, maar dan moet je het wel willen. Kijk, ik zeg ook altijd, als je een drankprobleem hebt of wat voor probleem dan ook, als je niet wil, dan kun je iemand in de kliniek stoppen, maar dat werkt niet. Nee. Dus het heeft ook met eigen wil te maken. En misschien dat ze daar nog wat onzeker in is. Ja. Ik vond het echt heel tof. Want ze had een paar dagen geleden vertelde ze over haar verleden dat ze heel erg is gepest. Ja, vind ik heel sterk. En dat vind ik heel sterk. Dat je dat zo open en bloot aan iedereen durft te vertellen. Ja, dus ik denk dat je daar ook heel veel respect voor krijgt als je dat soort dingen doet. En
Kijk, het hoeft niet altijd een evenement uit te komen of iets. Mee, maar je kunt ook gewoon vertellen, hey, dit ben ik, dit heb ik meegemaakt. Want er zitten thuis gewoon 500.000 mensen te kijken. En er zijn er zeker 100.000 ook die hetzelfde hebben. Dus je bereikt altijd iets. Mensen. En, en dat vind ik heel stoer van. En dat is ook alweer contra, want ik snap dat dat heel lastig is als je daar staat. Ja. Dat durft ze dan wel. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon haar eigen kunnen een beetje onderschat. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar ze is 21? Ze wordt 21. Ja. Dus het is nog echt een guppie. Ja, een baby. Ja, ja echt. Ja. Ja, en ik denk dat ze gewoon wat minder aan Jens moet hangen. Ja, ja, ze zegt zelf, zegt ze het, en ik snap die wel, maar zo kun je alles mooi verpakken. En zij zegt, ja, ik zie mezelf als een slangenkuil. Ja. Ze, ja, maar ja, als je bescherming hebt, dan val je niet. Nee. En als je valt, dan sta je weer op. En als je continu een vangnet hebt, ja, dan ga je niet redden. Ja, maar dan red je het buiten ook niet. Nee, nee. Dan, want je moet zelf ook... Dit is juist het platform om eigenlijk, nou, niet alleen te staan, want dat bedoel ik ook niet. Maar wel op je eigen benen te staan. Van, ik kan dit aan. Ik kan dit avontuur alleen aan. Ja. En zij heeft al best wel snel, toen ze hier kwam, een relatie is aangegaan met Jens. Dus ze is hier nog nooit echt... Nee. Alleen geweest. Of tenminste op haar eigen benen gestaan. Van ik kan dit en ik ga dit doen. En daar gaat ze achteraf spijt van krijgen. Ja. 100%. Ik was met Jessie en die ging toen op een gegeven moment weg. En dat vond ik echt heel erg. Want los van dat we een relatie hadden, was hij ook echt mijn beste vriend. Mm-hmm. En wij lagen echt op één lijn met alles. Mm-hmm. Dus hij ging weg, dat vond ik heel moeilijk. Maar daarna bloeide ik helemaal op. Ja. En dan heb ik echt eigenlijk de grootste stappen gemaakt. Ja. En dat zegt iedereen ook. Vanaf het moment dat Jessie weg was, ging ik eigenlijk bloeien. Ging ik in één keer van alles doen en ging ik mijn eigen ruimte inpakken, inpikken. Mm-hmm. En dat zie ik bij Milena en Jens ook. En kijk, als Jens al hier op vakantie is, ja, dan hoef je er niet van te verwachten dat hij haar omhoog trekt. Nee. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Jens daarin staat en hoe hij dat... Want hoe oud is Jens? Jens is volgens mij 26. Oké, okay. Ja. Hij is wel... Ja, dus hij is al wel wat ouder. Ouder. Ja, zou op zich, ja. Maar goed, soms heb je dat met karakters. Die trekken elkaar niet omhoog, maar die trekken elkaar naar beneden. Nee, dat doe je niet expres. Nee. Maar zo werkt dat gewoon. Maar is dat dan meer, denk jij, dat de karakters gewoon te verschillend zijn? Of juist niet? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze in bepaalde dingen wel op elkaar... Ze zijn allebei gemakzuchtig en daar kunnen ze allebei kunnen ze elkaar erin voeden. Want ja, ik heb een maatje die dat ook doet. Dus mm-hmm. Nou, dan zal het wel goed zijn als hij het doet, doe ik het ook. Ja. Dus dan wordt het een soort legitiem. Dan mag het in één keer. En als je die twee uit elkaar haalt, dus Jens gaat weg of Milena gaat weg... dan heeft ze niet de veiligheid om te voelen, ook gaat het niet doen, want iedereen is aan de gang. Ja. Dus ja, dat versterkt gewoon heel erg. Maar denk jij dan niet dat ze hier dan juist eigenlijk een hele moeilijke tijd zou hebben... stel je voor Jens zou wegvallen, dat ze het dan eigenlijk heel moeilijk zou hebben? Nee, ik denk dat er namelijk genoeg mensen opstaan die haar zouden steunen. Alleen dan niet op een relationeel vlak. Ik denk dat ze, en die veiligheid voelt ze denk ik niet, waardoor ze dat is aangegaan... Mm-hmm. Dus ik denk dat ze, als de groep misschien wat hechter was geweest... had zij misschien de veiligheid gehad om te droppen bij vriendinnen en andere vrienden. Ja. Maar hier ligt de lijn tussen vriendschap en relatie natuurlijk heel dun. Ja. Want je mist allemaal wat. We zijn allemaal mensen, we willen allemaal seks hebben en er is niks raars aan. Dus ja, al heb je een klik, mondt het gewoon heel gauw uit in liefde. Omdat dat versnelt allemaal hier. Dus dat vind ik dan ook weer niet zo heel raar. Alleen ja, ik denk dat het voor haar tijd, zij had beter kunnen inkleden denk ik. Ja. Ongeacht dat ik denk dat Jens ontzettend lief voor haar is. En Jens is echt wel een lieve gast. Dat geloof ik helemaal. En ze zijn verliefd op elkaar. Dus ja, je kunt niet alles onder stoelen of banken schuiven. Maar je kunt er wel zelf een invulling aan geven. En dat zeg ik, omdat ik weet dat ik heb dat niet gedaan. En ik zou dat nu, ook al zou ik verliefd worden. Mm-hmm. Dat kan niet, want ik heb een hele leuke vriend thuis. Maar dan zou ik het nog niet aangaan. Gewoon niet meer. Alleen maar omdat ik weet dat het verschil is tussen wel en niet. Want jij had toch ook een... kan ik me herinneren, want ik herinner... Ik heb één niet gekeken, maar ik weet wel... Ik ken jou qua naam en Ruud. Ja. Jij hebt ook een relatie met Ruud gehad, toch? Ja. Hoe was dat? Ja, ook heel leuk. Mm-hmm. Want Ruud is... dat vind ik nog steeds een heel bijzonder persoon. Ja. Ik vond hem echt... Ik was echt wel heel erg gek op hem ook. Of ik verliefd was, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat verliefdheid is. Mm-hmm. Maar wij hadden het echt heel erg leuk. Alleen... Ja. Ja, en wij waren ook dezelfde soort karakters. We waren best wel eigen en ook de groep zat ons niet mee. We waren echt wel against de groep in het begin. Yeah. En ja, ook daarin heb ik wel een beetje fout gemaakt. Dat als ik alleen was geweest, was dat misschien ook wat minder gebeurd. Maar hij ging toen weg. Hij werd eruit gestemd. Mm-hmm. En wij hadden met elkaar afgesproken, ja, als een van ons weggaat, dan gaan we achter elkaar aan. Want we voelden wel dat het goed zat. Mm-hmm. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik ook nooit spijt van gehad.
Ik heb daarna nog best wel lang ook met hem buiten gegaan. Mm-hmm. Ja, buiten is alles anders. Dan krijg je invloeden van dingen waar je nu niet over na kan denken. En dan krijgt een karakter ook een andere vorm. Yeah. En het werkte gewoon niet meer. En toen ben je weer teruggekomen? Toen heeft hij mij teruggehaald, want hij zat ook in 2. Ja. Yeah. En toen had je nog een joker. En met die joker mocht je iets bedenken. En dan moest je het publiek laten stemmen of dat doorging of niet. En toen had hij aan het publiek gevraagd of ze vonden dat ik terug moest komen, ja of nee. En dan had het publiek positief op gestemd. En toen mocht ik terugkomen. Zo. Ja. Oh, dat was heel heftig. Dat was echt heel heftig. Want eerst ben ik... toen hadden we Bourchon nog. Ja. Die ging het terrein op. En toen heb ik Bourchon opgebeld van... vind je het goed als ik je op mijn achter in jouw auto verstop? Ja. En dan rijd ik stiekem de poort mee binnen. En dan ren ik naar Ruud om te vragen of hij het goed vindt of ik weer terugkom. Ja. Omdat die pol natuurlijk helemaal aan de gang was. Ja, hij schrok zo erg. Hij moest zo huilen. Oh. Ik zat in een penibele situatie op zo'n moment. Dus hij dacht, oh, ze is gelukkig in ieder geval veilig. Dus dat vond ik een heel bijzonder moment. En toen zei hij, ja, vind ik wel oké. En toen is dat helemaal gaan rollen. Maar dat was wel heel spannend, want niemand wist dat ik in die auto zat. Dus ik ren in één keer dat terrein op. Ja, die weet het. Ze waren allemaal op de rotonde waar we aan het yoga. Hè? En Romy kijkt tussen de benen. En ik denk, what the fuck, wat is Billy? Oh. Dus dat was wel heel erg leuk. En ik ben ontzettend warm onthaald ook in die groep. En ik vond dat echt een hele leuke tijd. Ja. Ik vond het misschien wel leuker dan 1 ook. Tuurlijk was het tof dat opbouwen en zo. Vond ik echt gek. Maar de groep in 2 was gewoon zo... Ja, we waren echt wel heel gek op elkaar. Ja. Ook al waren er echt wel heel veel pittige types. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel... qua pittigheid denk ik wel dat alle mensen waren wel even pittig. Die lieten echt niet over zich heen wandelen. Niemand eigenlijk. Ja, hier is het heel erg gemêleerd. Je hebt er maar een paar zitten die sterk zijn en de anderen zijn dan wel. En dan sneeuwt de rest onder. En daar heb ik ook met Merel over gehad. Ik denk als je iets minder met gestrekt been erin gaat en wat milder bent, dat mensen wat meer veiligheid voelen om ook tegen je in te gaan. Ja. Want kijk, ik snap, zij is pittig. En zij is pittig, maar het schrikt mensen af. Ja. En dat begreep ze ook wel. En met haar valt wel heel goed te praten. Kijk, wat namelijk zo is op het moment dat zij pittig naar jou doet, kan je het zelf vaak ook heel goed hebben. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een Frenny merk ik heel erg, die is zo lief. Ja. Die doet dat niet. Nee. En dan zou eigenlijk Merel moeten denken van... Hey, Frenny doet dat niet omdat ze de veiligheid niet voelt. Misschien moet ik haar net iets anders benaderen dan. En zo moet je iedereen per persoon aangaan. Ja. Klopt. En ik denk dat het automatisme, dat gewoon vaak zo is... dat je dan toch doet wat je bent. Dat geeft niet, dat doe ik ook. Ik zeg ook alles wat ik vind. Ja. Ja. En het wordt ook niet altijd goed opgevat. Maar dan denk ik achteraf wel van... had ik misschien wat anders in kunnen pakken. En dan hou ik daar wel rekening mee. Dus... Ja, dat is vind ik denk ik wel belangrijk. Ja, maar het is ook gewoon mooi om ik vind het mooi als mensen denken wat ze zeggen. Of nee, ze zeggen wat ze denken. Ja. En dat ben jij één van. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Merel inderdaad ook. Ja. Jessie ook. Ja. En Gerrit. Ja. Ja, maar ik denk dat jij ook wel je mondje op de juiste plek hebt zitten. Ik denk, ja. Als het nodig is, wel. Maar dat is wel een heel, vind ik juist een heel goed detail dat je zegt. Als het nodig is, wel. Want je hoeft niet altijd. Nee. Het is niet altijd nodig om te zeggen wat je denkt. En ongeacht dat je vrijheid van meningsuiting hebt, dat mag ik vinden. Wat doet het met een ander? Mm-hmm. Daar gaan we best wel vaak aan voorbij. En dat heb ik heel erg geleerd in 2. Ik zei alles, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, wie zit op mijn mening te wachten? Als je erom vraagt, kun je hem krijgen. Ja. Als je er niet om vraagt, dan is het ook niet aan mij om dat allemaal een keer bloot te leggen. En dat heeft weer met veiligheid te maken. En acceptatie en respect. Heb je ook samen met Kees gewoond? Ja. 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 Kees zei een keer tegen mij van dat er een keer een avond was waar iedereen een soort van nummer ging afspelen. Je had een top 10 of een top 3. Mm-hmm. En dan zat je in een soort van kringetje en dan liet jij 3 nummers horen en daar had je een verhaal bij of zo. Ja. En daardoor kwam de groep meer bij elkaar. Omdat jij toch een stuk van jouw verleden uit muziek vertelde aan de groep. Dat is het. Muziek is natuurlijk emotie.
iedereen kiest zijn eigen liedjes uit. En dan komt het verhaal op gang. Want we hebben bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat we over de streep wilden doen. En dat is, dan heb je een streep en als je dan leg je een kwestie voor. Ja. En dat zijn pittige kwesties. En als dat dan zo is, dan stap je erover. En dan mm-hmm. kan iedereen zien wie dat heeft meegemaakt. Nou, dat is uiteindelijk niet doorgaan, omdat het best wel een pittige benadering is. Ja. En, ja, sommige kwesties wil niet iedereen zomaar over beginnen. Nee. Dus we hebben een ander vormpje gegoten. Maar daar was Victoria heel erg van. Mm-hmm. Die was en heel erg goed in psychologie. En die kon mensen gewoon heel goed steunen. En heel erg... die kon de angel eruit halen op een hele fijne manier. Mm-hmm. En daar vind ik Hiske hier ook een beetje het type voor. Die luistert. En wij zijn allemaal heel erg geneigd om te praten. Ik ook. Ik praat heel veel. Maar als je zelf praat, hoor je een ander niet. Mm-hmm. En luisteren is eigenlijk veel belangrijker dan praten. Dan praten. En ik vind dat wel heel tof, dat soort dingen. Ja. En dat zou ik ook wel leuk vinden om hier te doen. Maar er zijn gewoon mensen die het niet willen. En dan is het gewoon best wel... Dan houdt het wel. Denk je dat ze het niet willen? Ik denk dat het nooit echt is voorgesteld ook, nee. Zulke dingen. Nee. Nou, misschien is dat het ook wel. Maar wat ik heel erg merk is... vanochtend vroeg ik bij de groepsactiviteit... komen jullie dan allemaal? Maar dat er gewoon bij een groepsactiviteit mensen zeggen... ik kom niet. Kan ik me voorstellen, dat je eens een keertje niet goed voelt... of whatever, kan mm-hmm. allemaal. Maar dat het structureel gebeurt, dan... Ja, dat mist zo'n zijn doel. Ja. En het hoeft niet altijd 3 uur te duren. Het hoeft niet. Het kan ook 10 minuten. Je kunt ook met z'n allen een rondje wandelen. Ik noem maar iets. Mm-hmm. Het zijn zulke kleine dingen die veel kunnen opleveren. En ja, daar wordt weinig aandacht aan besteed. Ja. Ja. Nou ja, ik ben zelf ook zo. Als ik iets... er is een groepsactiviteit en ik denk bij mezelf van... ik vind dat niet leuk. Dan zeg ik ook gewoon eerlijk van... nee, ik vind het niet leuk. Nee. Ik kom er niet bij. Nee. Maar daar ben je heel duidelijk in. Dat heb je vanaf het eerste moment gedaan. Ja. En heb je dan wel, als er bijvoorbeeld iemand iets een activiteit organiseert... die je heel erg lief vindt of leuk vindt... dat je denkt, voor jou doe ik het wel? Nee. Als ik het niet leuk vind, dan ook niet. Nee, daar ben je gewoon strikt in. Ja, oké. Maar dat is ook een keus. Tuurlijk is dat een keus. Maar ik denk ook dat als je op het moment dat jij dan je daar overheen zit en denkt van... ik doe even voor haar mee, dat die ander dat ook voor jou gaat doen. Het is een wisselwerking, dus dat stapelt zich op. En als, mm-hmm. als jij zegt, ik doe niet mee en jij gaat dat organiseren... denkt die ander, ik ben mij niet mee, fuck, ik doe het bij jou niet mee. Zo werkt het. Dat is wel. Ja. Dat is wel waar. Alleen, ik kijk dan heel erg vanuit mezelf. Vind ik het leuk om te doen? Ja. Nee. Ja, ook al ben jij mijn beste vriendin hier en jij organiseert en ik vind het niet leuk. Nee. Ja, sorry, ik vind het gewoon niet leuk. Nee. Ja. Nou, maar weet je, in het buitenleven heb je daar heel veel aan. En dat vind ik alleen maar heel mooi, want dat maakt je wie je bent. Mm-hmm. Dus alleen in een groepen samenleven denk ik dat je soms water bij de wijn moet doen. Ja. Maar die uitspraak wordt heel vaak hier gezegd trouwens. Ja, echt? Ja. En het is niet altijd leuk. Ik heb ook wel eens dingen gedaan die ik niet leuk vond. Maar je krijgt er op zulke kleine dingen zoveel voor terug. Ja. Dat je kijk, we hadden bijvoorbeeld ook wel de Utopia spelen en zo in het begin. Oh, dat vond ik geweldig. Ja, dat was zo leuk. Was echt heb je dat gezien in die bal? Nee. Er zit 5 over, heen en weer met zo'n bal. Oh, je hebt het wel gezien. Oh, ik kreeg geen adem. Ja? Ik vond het vet hoor. Maar ik kreeg daar uiteindelijk aan het einde kreeg ik gewoon geen adem meer. Ik de hele tijd dan word ik gek. Ik werd benauwd. Ja, ik kreeg geen adem meer. Ik ben hier gestopt. Ik ging ook echt naar de zijkant toe. Ik dacht, help, ik moet weg, ik moet eruit. Maar dat vind ik heel leuk aan deze plek, dat er water is. Ja. Dat maakt het echt zo anders. En ik vind de plek echt te gek. Ik vind hem leuker dan 1. Ja? Ja. Ik vind het sfeervoller. Veel sfeervoller. Ja, het is hier echt, het was zo leuk hier vorig jaar in de zomer. Ja? We hadden echt geweldig weer. Ja. Ik heb nog nooit zulk weer hier meegemaakt in Nederland. Maar hier, dit stukje, is 9 van de 10 keer mooi. Ja. Want als ik wel zit te kijken naar jullie, denk ik, daar schijnt de zon weer. Hier regent het. Ja. Het is heel vaak hier dat de zon schijnt. Je zou bijna zeggen dat we in een doom zitten. Ja, ja inderdaad. Ja. Nee, maar dat... Kom jij 3,5 maand, kom jij dan ook? Ja. Maar ja, weet je, kijk, je bent volgens mij gewoon echt een toffe chick. Gewoon lief. Maar ik denk van, waarom, weet je? Ja. Wij zijn 2, het is waarschijnlijk super anders dan 1. Ja, klopt. De mensen, iedereen is ook anders. Ja, maar daar kan ik me heel goed in vinden, want ik had dat exact hetzelfde toen Iwan en Bas terugkwamen. Ten eerste dacht ik, kut, daar gaat mijn winst. En dat is ook gebeurd. Mm-hmm. Dus daar had ik ook moeite mee. Dus dat snap ik heel erg goed. Kijk, natuurlijk ben ik hier binnengekomen om te winnen. Maar dat is mijn eigen doel. Ik ben hier niet. Maar ik vind het mooi dat jij dat gewoon zegt. Want heel veel mensen reageren daar heel anders op. Van ze komt hier alleen maar voor de wind en blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Aan de ene kant snap ik het ook. Want je hebt hier 4 jaar in Utopia gezeten. Ja.
Dus... van het begin tot het einde. Ja. Kijk, elke keer voelt het wel als ik wegga als af en mijn doelen heb bereikt. Maar het stopt nu. En ik wil gewoon bij het begin en het einde zijn. En dat heeft niks te maken met dat ik vind dat ik dat vind, dat ik dat verdien. Want dat is het niet. Het is mijn eigen gevoel. Ja. Waardoor ik heb gedacht van ik geef me nog een keer op. En, maar het gaat jou ook echt om de titel? Of gaat het ook echt, ik vind het ook wel fijn het bedrag wat ik mee zou nemen? Nee, ik ben niet op geld belust. Dat ben ik nooit geweest. Ik kan er ook niet mee omgaan. Ik geef het ook uit. Dus of het nou 10.000, 30 of 50 is, dat gaat met dezelfde rotgang eruit. Ja. Dus daar ben ik niet op uit. Nee, ik zou het gewoon heel tof vinden als een van de eerste inwoners om het programma af te sluiten met Miss Utopia. Ja. Dat is gewoon... Ik heb dat hier ook gezegd. Ik vind het echt vet als het een vrouw wordt. Ja, en dat vind ik dus ook echt. Ja. Want vorig jaar ook. Iemand was een terechte winnaar, hoor. Die heeft echt veel teweeg gebracht. Hij was ook finance of zo, toch? Ja, ook. Maar hij deed echt heel erg veel. Hij hield het niet bij één of twee dingen. Hij hielp altijd. En hij was altijd buiten. Hij was met rot weer, met kloten weer. Het is gewoon echt een doordouwer. Maar die jongen komt ook van heel ver. Die is natuurlijk vluchteling. Dus die is gevlucht van zijn land hier naartoe. Okay. En dat vond ik een heel mooi verhaal. Want het terrein daar was eerst een AZC. En daar heeft hij gezeten als... Ja, dus hij kwam weer terug in Utopia. Maar dan op een mooie plek. Dus hij heeft dat ontzettend goed gedaan. En dus het is niet erg om van hem te verliezen. Nee. Nee. Maar ik vond het wel jammer. Ik had hetzelfde gevoel van, fuck, weet je. Ik kon nog even 4 maanden jullie laten zien wat je kan. Maar zo werkt het niet. Want de kijker weet wat je hebt gedaan. Ja. En de kijker weet dat ik ook echt oorlog heb gehad hier. En de kijker weet ook donders goed dat ik een drama kan zijn. Maar ze hebben me ook zien groeien. Kijk, in één was ik geen land met mij te bezeilen. Echt niks. Ik was dwars, vervelend, huilerig. Schreeuwerig, gewoon totale paniek. In twee had ik dat in het begin ook met Jess. En toen dat zeg maar minder werd, ontpopte ik mezelf. En nu wil ik gewoon de totale versie laten zien van dit is het eindproduct. Ja, dat zou ik tof vinden als daar een lintje omheen zit. Dat is eigenlijk het gouden strikje. Maar het is mooi dat je dat ook zelf voor jezelf hebt uitgestippeld van zo wil ik het. Ja. Gewoon 1, 2, 3. Ja, en dat had ik ook niet verwacht dat dat kon. En kijk, wat ik dacht, ik kan me heel goed voorstellen dat kijkers en mensen die hier zitten denken, ach, daar gaan we weer. Maar dat is dus een kant die ik van mezelf heb laten zien, hebben we gehad. Ja. En ik wil laten zien dat ik ook kan verbinden, mensen bij elkaar kan brengen. En positiviteit, want ik ben heel positief. Alleen, trap me niet op mijn hart, want dan gaat het gewoon mis. Ja, maar, wat logisch is. Ja, maar dan moet je zorgen dat hart niet bloot ligt. Zo simpel is het gewoon. Ja. En dat zal ik gewoon nu niet meer doen. Nee. Dus ik ben wel gereserveerder, maar als je me vragen stelt, geef ik altijd antwoord. Ja, dat wel. Je kunt alles tegen me zeggen. Echt alles. Ik sta nergens van te kijken. Ik ben niet... Je bent ook wel echt een open boek. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Is mooi. Ja, ik heb geen gêne. Ik heb ook geen dubbele agenda. Kijk, ik vind als je aan reality meedoet, dan is het reality. Ja. En dan kunnen we wel een maskertje opzetten of ons beter voelen en in één keer goede doelen gaan steunen en de geiten leuk vinden. Ja. Maar ik vind geiten gewoon niet heel erg leuk. Nee. En ik vind goede doelen heel erg belangrijk, want dat doe ik in mijn eigen werk buiten. Ik werk voor goede doelen, dus... Maar dat hoef ik hier niet te pretenderen. Het gaat om wat kun jij met je karakter in een groep voor elkaar krijgen. Ja. En natuurlijk is het mooi om dat te doen. Maar ik ga me gewoon niet anders voordoen. Dat vind ik gewoon onzin. Nee. Ik vind het mooi. Ja, dankjewel. Ja. Ik vind het gezellig. Ja. Ik vind het een leuk gesprek. Zullen we roken? Ja. Ja? Ja, je bent een leuk kind. Maar ik vind, dat is het. Iedereen is individueel. Het is de hele clue is, als je goed bij elkaar zit... Ja, die heel anders is. En die elkaar ook niet uitkiezen. Nee, en dat is het. Dat is natuurlijk het hele experiment. Ja. Dus, klopt. En wat deed jij hiervoor, Shelley? Ik was kapster. En wil je dat weer gaan doen? Nee. Nee, wat ga je doen? Ik ben 10 jaar kapster geweest. Zo, dat is best lang, ja. Ja. Dat wil ik liever niet meer doen. Nee. Ik wil echt, als ik hier buiten ben, iets met acteren doen. En ik echt moet realistisch blijven, want... Ja. Als ik de poort uitstap, is het niet van... Oh, ik ben gelijk actrice of zo. Nee. Dus natuurlijk hou ik het knippen erbij. Ja, maar ik wil wel echt iets anders doen. Het is sowieso fijn dat je iets hebt om terug op te vallen als het niet lukt. Heb je al wel eens gedacht om bij amateurtoneel te gaan? Nee. Dat is een hele goeie. Mm-hmm. Want dan kun je het acteren zelf leren. En in amateurverenigingen zitten best wel vaak te wachten op mensen. Ja. En dat zou je dan 1 keer in de 2 weken kunnen doen om je eigen skills een beetje omhoog te halen. Mm-hmm. En je moet je gewoon in gaan schrijven voor figuratie. Ja. Want dan kom je ertussen.
En ja, je hebt een prachtige kop. Dus dat valt op. Mm-hmm. Dus dan, ja, ik heb een portfolio heb ik wel gemaakt hier. Okay. En ik zat te denken om hier al castingbureaus te benaderen. Ja. Ja. En dan mijn portfolio en alles erop en eraan. Ja. Ja, en dan daarvan uit hopen dat misschien als ik buiten ben, dat ik misschien voor iets voor gevraagd. Ook al is het een figurante rol of iets. Ja. Dus daar begin je. Ik verwacht niet dat ik gelijk de hoofdrol speel. Nee, maar ik denk dat als je. Want dat is het vaak. Het is vaak een netwerk. En als je vaak bereid bent om te helpen, mm-hmm. dan krijg je daar ook dingen voor terug. En voor je het weet zeggen ze, nou, we hebben wel een rolletje voor je en dan kun je dat uitbouwen. Ja. Maar ik ken heel veel castingbureaus, dus ik zal er wel een lijstje voor je maken waar je. Oh, graag. Ja. Ja. Tof. Ja, ik heb het zelf ook, wil het zelf ook altijd. Acteren? Ja, maar ik ben niet ambitieus genoeg. Hoezo niet? Nou ja, weet je, het is een levensstijl. Je moet je daar echt op gaan focussen. Ja. En er moet ook brood op de plank komen. Mm-hmm. En als je een baan hebt en dan wat gaat doen. Ja, en daarnaast denk ik dat ik het toch stiekem niet zo leuk vond. Anders had ik het wel gedaan. Ja. En ik ben gewoon iemand die heel veel verschillende dingen leuk vindt. Dus als ik me op één ding ga focussen, dan is het binnen een jaar een sleur. Mm-hmm. En dan ga ik lopen kloten en dan dat moet ik niet doen. Dus en dat heb ik wel hoor. Ook dat ik verschillende dingen heel leuk vind. Bijvoorbeeld... Ja. Merel is van het presenteren. Ik wou dat ooit een keer hier met haar samen doen. Maar dat was gewoon een no-go. En dat kon echt niet. Maar dat vind ik belachelijk. Ja. Dat vind ik echt belachelijk. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Als sta je met z'n 10 op de podium. Ja, maakt het niet uit. Dat is dus hier. En dat merk ik heel erg. Dat vind ik zo gek. Weet je, gunnen we jullie elkaar dat? Nee, maar daar word je wel een mooie mens van. Op het moment dat je zegt, hey, dit is echt mijn droom. Maar delen met jou. Ja, maar dat is precies waar onze discussie over ging. Ik heb haar... Kijk, een paar dagen geleden hebben we echt heftige ruzie gehad. Echt niet normaal. Nee. En toen heb ik haar ook uitgelegd van... His helpt mij ook met het acteren. His vindt het leuk, maar het is mijn droom. Ja. En ik heb heel vaak tegen Merel gezegd van... Meer, het is jouw droom, maar ik vind het leuk. Ook met een Frenny, zelfde geval. Ik heb ook een dansverleden. Ja. Ik vind dansen leuk, maar het is jouw droom om danseres te worden. Ja. Maar waarom zou je niet dingen... Waarom kun je ze niet samenvoegen, koppelen? Ik weet waarom het niet. Omdat ik denk dat ze dan bang zijn, dat ze een soort van schaduw krijgen. Mm-hmm. En dat er misschien eentje beter wordt. Ja, okay, of dus een ander, of de kijker die kijkt, of wie dan ook kijkt. Ja. Die denkt van, ook vind Shelly toch leuker dan een Merel, bijvoorbeeld. Ja, maar en daar gaat het uiteindelijk toch niet om. Het gaat er niet om. Kijk, wat je ook zou, want dat heb ik dus helemaal meegekregen. En ik presenteerde ook in één. Mm-hmm. En, maar Do deed het bijvoorbeeld ook. Ja. Wij zeiden, dan doen we het toch gewoon samen. Weet je, ik heb het zo vaak tegen haar gezegd. Of dat jij de ene helft van de avond doet en de andere helft. Ja. En, want die 10 minuten extra, die hadden jou echt niet... Hadden haar echt niet afgedaan en hadden jou een kans gegeven. Ja, dat vind ik heel raar hier. Dat jullie elkaar dat niet gunnen. Nee. Maar weet je wat ik dan had gedaan? Ik had gezegd, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ja, ik heb er 5 minuten gestaan. Ik wou iedereen in het zonnetje zetten op Trouble in Paradise. Dat heb ik wel gedaan. Ja, op z'n Haags. Ik ging echt schreeuwen als een viswijf op dat podium. Maar ik wou het liefst gewoon ook artiesten aankondigen. Maar samen met haar. En dat wou ze niet. Dat was echt gewoon nee. Nee, maar ik vind niet dat één iemand dat kan bepalen. Nee, als kan jij ook dat niet. Wilt. Maar als jij dan heel de groep weer tegen je hebt. Van Merel gaat presenteren. Jij gaat niet presenteren. Ja, weet je, dan kan ik wel me nog steeds erin mengen. Ja. Maar dan is mijn kracht en mijn energie denk ik ook van... Ja, ah, maar, snap ik. Weet je, dan is je motivatie weg. Ja. Ja, vond ik een hele bijzondere reden. Ja? Vond ik echt een hele bijzondere reden. Ik vind, het is, hoe meer mensen iets willen doen, hoe leuker. En je kunt van elkaar leren. En ineen ook. Wij leerden ook van elkaar. Kijk, Do was echt heel erg goed in presenteren. Die was er echt heel goed in. En daar keek ik ook heus wel tegen op. Maar... Ja, ik heb daar ook heel veel van geleerd. Mm-hmm. En ze hadden dat programma dan, Utopia Insight. Dat deden ze echt onwijs leuk. Mm-hmm. En daar heb ik naar gekeken. En dacht ik, zo kun je dingen doen. Dus het is eigenlijk kennis delen. En dat gebeurt hier niet. Nee. Nee, het is kennis voor jezelf houden. Want knowledge is power. Klopt. Ja. Maar hoe mooi is het als je dadelijk de poort uitgaat en kan zeggen van... Ik heb Shelly dat geleerd of... Weet ik veel wie wat, maar zo denken hier, we niet. Nee, het is hier geen ketting. Kijk, bij ons was het een ketting en als die schakel wegviel, dan was die hele ketting even uit elkaar. Dan moesten we helemaal opnieuw schakelen. Mm-hmm. En dat is hier niet, want die schakels zitten niet in elkaar. Nee. Jullie helpen elkaar niet. Nee, klopt. Nee, we werken zonde. Elkaar tegen. Ja, echt heel zonde. Ja. Moet je een vuurtje hebben, schat? Ja, doe maar. Hoor. Echt mis zonde. Ik echt ook. Oh, sigaretten. Ja. Lekker. Oh. Ja, dat is hier echt het ding. Gunnen ze het elkaar? Nee, dat is niet heel handig.